Sonja Wolf laat haar honden graag uit in het hondenuitloopgebied aan de rand van de wijk. Maar afgelopen weekend ging het mis. Ik liep daar naar beneden. Als eerste is die zwarte, dat is een oude hond. En ik hoorde mijn vriend roepen van Misha, Misha. En ik zag dat in één keer Misha daar helemaal plat lag. Dus ik dacht echt, het was gebeurd, een oude hond. Dat dacht ik, ja, kan. En hij liep ook naar beneden. En ik zag dat hij naar het water snuffelde. En hij viel in één keer om en viel in het water. En hij kwam ook niet meteen eruit. Dus ik was bang dat hij zou verdrinken. Maar toen kwam ik gelukkig eruit. Maar ze wankelden de hele tijd. En niet alleen bij de hondenuitlaatplaats. Ook bij deze speelplaats in het Zandbos bij Deurne stinkt het regelmatig. De gemeente en het waterschap staan voor een raadsel. Er zijn allerlei mogelijkheden. En het kan een natuurlijk proces zijn vanuit veenachtige bodems. Maar ja, wij willen echt alles even goed bekijken, zowel vanuit mogelijke verontreiniging. Een waterpomp bij de kinderspeelplaats is uit voorzorg afgesloten en er staan waarschuwingsborden. En het water wordt nu onderzocht. Vandaag valt de geur mee, maar gisteren was het er niet te harde. Ja, ik maakte de ramen dicht, want ik heb twee zoontjes en ik vond dat niet fijn. We willen het gewoon niet onderschatten. En naar aanleiding van de incidenten blijkt al wel dat er wel echt goed naar gekeken moet worden. Ja. En het is wel heel belangrijk dat mensen, als ze dit ruiken, dat ze gewoon snel even naar de frisse lucht gaan en er niet met hun neus boven blijven hangen. Sinds Sonja niet meer bij het water loopt, is haar hond helemaal opgeknapt. Het is weer mijn oude hond. Het is weer de brutale, baldadige hond die eerst niet was. En daar is hij weer. Ik ben zo blij.